Rustig. Een van de drie sneeuwluipaarden springt naar beneden wanneer we de kooi binnenwandelen, terwijl de andere twee rustig blijven liggen. Ze voelen zich hier duidelijk al thuis. Ze hebben de reis heel goed verteerd, zijn eigenlijk geen problemen geweest. Ze hebben al de eerste dag lagen ze al boven op de platform. Ze hebben hun kooi al verkend en hebben ze de veiligste en de voor hun leukste plekken gevonden. Dus dat is eigenlijk allemaal heel, heel goed gegaan. Het is de bedoeling dat de dieren hier rustig op krachten komen. Maar zo'n uiterst zeldzame dieren trekken natuurlijk de aandacht van dierentuinen wereldwijd. Er zijn al verschillende dierentuinen die interesse getoond hebben, maar we gaan even afwachten. We gaan kijken welke opties er allemaal zijn voor deze dieren. Want we willen natuurlijk een leuke en goede plaats voor hen. En waarschijnlijk hebben we twee plaatsen nodig, want het zijn twee vrouwtjes en één mannetje. En het zijn broers en zus. Dus we gaan ze niet samenzetten. We gaan moeten een plek zoeken waar ze allemaal apart, of waar ze met twee en twee apart kunnen. Nu gaat hem net naar boven. Ja. Ze worden zenuwachtig. Nee, kom er maar uit, want ze hebben ruzie onder elkaar. Hela, poes me de brave. Poes de brave poes. En dus trekken we naar de leeuw. De kolos van 200 kilogram moet dringend afvallen. Hij moet zo wat vermageren tot we af en toe zijn ribben zien. En dus staat hij op een streng dieet. Hij krijgt wel regelmatig eten en hij moet geen honger lijden. Ofwel een klein beetje honger lijden, maar hij krijgt dan ook enkel mager vlees zoals kip en zo. Hij moet een sixpack krijgen, maar ja. Het zal nog wat duren. Afgetraind of niet, deze leeuw kreeg al goed nieuws. In Zuid-Afrika hebben ze ergens een opvangcentrum met twee stevige damesleeuwen, twee leeuwinnen. En daar zochten ze eigenlijk een potige kerel voor om daarbij te zetten. En het kan goed zijn dat dat een plek wordt voor hem, voor de toekomst. Maar dat is ten vroegste in het najaar.